dat moment is het gewoon alleen maar handelen, handelen, handelen. Tunnelvisie en doen wat je geleerd hebt. Het dodental van de cafébrand in het centrum van Volendam is opgelopen tot 8. Gevreesd wordt dat het aantal doden verder zal stijgen tot 15 à 20. De stilte. Het was wel chaotisch, weet je, op die dijk. Maar het was ook heel stil. Dat was echt heel, ja, heel indrukwekkend, vond ik. Toen werden we naar binnen getrokken bij mensen die aan de dijk wonen. En het was wel heel indrukwekkend, want je zag wel die meiden. Die hadden allemaal van die haltertopjes. Weet je, van dat kunststof. En dat was allemaal in hun nek gesmolten. En infusen konden ook een heleboel niet op hun armen geprikt worden. Maar moesten in hun benen geprikt worden. En zo hadden we het echt heel hard gewerkt met er in de tent. De kinderen waren er heel slecht aan toe. En die moesten zo gauw mogelijk eigenlijk vervoerd worden met de ambulances. Maar we konden de stroom eigenlijk niet aan, zoveel kinderen. Al die mensen die chaotisch door elkaar heen lopen en brandweermannen van help, 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 kom gauw. Zo, ja. En iedereen begint aan je te trekken. Want ze denken dat wij dan alles kunnen helpen, maar helaas zo is het ook niet. Bij daglicht wordt nog eens extra duidelijk hoe groot de paniek moet zijn geweest onder de aanwezigen. In de loop van de middag verzamelden zich vrijwilligers van het Rode Kruis bij het crisiscentrum in het stadhuis. De Rode Kruismedewerkers zijn de hele nacht bij de hulpverlening betrokken geweest. En dan de volgende dag word je wakker en dan schrik je wat. Want dan zie je pas hoe groot het geheel is geweest. Zo, want dat heb ik echt niet doorgehad toen ik daar aan het werk was. Echt niet. Nee.